Hallo lieve kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Raad eens waar ik ben. Dit is het hertenkamp. En ik zie dat er nu ook, er staan ook paden, jongens. Hey, even inzoomen. Kijk eens. Hey, kijk dan. Kijk die leuke hertjes. Als ik kom er hierheen. Hé, hey, kijk dan. Deze komt helemaal blij aanlopen. Dit is leuk, man. Hé, hey, kom eens. Kom dan. Gaan ze me niet bijten? Hé, hey. Kijk. Hé, hey. Kom dan. Kijk hoe grappig. Ze komen helemaal... Hier, ik leg het zo gewoon aanraken. Kom eens even dan. Hé, hey. Wat een leuke beestjes. Oh, kijk dan. Dat is een babytje. Hier kleintje. Hij staat te plassen. Hij moet even een plasje doen. Kom eens. Ja, ik heb geen eten voor jullie. Ik had een broodje mee moeten nemen, jongens. Kijk wat een groot gewei deze heb. Oh, kijk dan. Hey. Hier zijn schaapjes. Oh, we gaan even kijken. Oh, hier staat een groot apparaat of zo. Best apparaat hoor. Hey. Kijk, wie hebben we daar? Ze staan me allemaal aan te kijken van... Wat doe je hier? Hallo. Ik ben niet interessant voor ze. Hey. Hallo. Kan ik jullie aaien? Ja? Hey. Hey, kijk dan, ik heb ze gewoon aaien. Er zitten allemaal spinnenwebben hier. Hey. 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 Kiekeboe. Selfie. Ja. Die denken, ben je gek of zo? Oké. Okay. Ah, kijk wie we hier hebben. Met z'n tweeën. Ik ga volgende keer broodjes voor jullie meenemen, oké? Okay? Oh, hij zegt nee. Ja, nee, dit hetje komt nog even kijken. Hallo. Hé. Hey. Ja, ik vond het wel even leuk om hierheen te gaan, jongens. Kijk, dat kan ik ook wel laten zien. Daar. Een pannenkoekvallei. En je hebt daar ook klimvallei. Daar heb je dus allemaal grote touwen. En dan gaat ze wel eens met zo'n groep met school heen. Kijk, hier staat het bord. En dan gaat ze wel eens met zo'n groep met school heen. En dan, kun je, ja, dan krijg je zo'n beugel om je middel. En dan kan je dan, ja, gaan klimmen, zeg maar. Leuk bankje. Oh, kijk dan. Ze hebben allemaal... Uilen hebben ze eruit. Uit het hout gesneden. Dat is vet. 1, 2 en 3. Maar die begint al een beetje te scheuren, zie ik. Maar ik kan wel even daarheen lopen. Ga ik jullie even laten zien. Dan gingen wij altijd schaatsen. En ik hoop natuurlijk dat we dit jaar, deze winter, kunnen schaatsen. Want ik heb dus 2 jaar geleden heb ik splinternieuwe schaatsen gekocht. Die heb ik 1 keer gebruikt. Eigenlijk zonde. Ik ga hier heel even omhoog lopen. Loop ik straks van... Oh, zo, ging ik bijna onderuit. Ik heb een dikke steen. Au, meteen. Dus dan ga ik hier even omhoog. Want hier is dus de uitkijktoren. Daar kennen we wel even naar boven. Hij is best wel hoog. Oh, hier is de trap. Daar kunnen we naar boven. Jongens, check die view. Kijk eens. Oeh, nice. Hé, hey jongens, kijk. Kijk die lucht. Ja. En dan ga ik straks toch eventjes naar beneden lopen. Ga ik even naar dat meer. Nou, dan ga ik weer naar beneden lopen, jongens. Gaan we weer naar beneden. Nou, ze mogen hier wel een beetje snoeien, moet ik zeggen. Maar, oh ja, maar wacht. Ik moet weer uitkijken voor die steen. Anders ga ik weer onderuit. Ja, en meteen nog pijn. Kijk, dit is het paadje, klein krap paadje. Ook helemaal dicht gegroeid. Kijk, de uitkijktoren. Oh, kijk, hier zit een vlot. Ah, maar dat hebben ze dus 1 kant op getrokken. Nou, jammer dan. Ik denk dat ze het expres hebben gedaan omdat het dicht is. Niet dat hier de hele avond geklooid wordt en zo. Dus dan duwen ze me waarschijnlijk terug. Wow, en dit is helemaal dicht gegroeid hier, hoor.
Hier gingen wij er altijd in. Dan was dit hele stuk was open. Even kijken. Nou, we leggen hier allemaal weer plastic zakken. Mensen houden natuur nou een beetje netjes. Mensen denken echt niet na, hè? Serieus. Kijk, hier ook. Ja, hier gingen wij er altijd in. Ja, verder ken ik niet, maar dit hele stuk was ook altijd open. Dan kon je hier ook in. Kijk, daar een strandje. Maar daar, oh, aan de overkant, waar gaan ook gasten vissen, denk ik. Maar daar had je altijd één groot wak. En dan moesten ze altijd nog wel wat mensen die niet nadachten, moesten ze daar weer uit gaan halen. Ja. Zo'n groot wak van 10 meter breed of zo. Ja, nog dat mensen erin komen, hè? Maar ja. Maar ik ga dus weer teruglopen, jongens. Misschien vinden jullie dat wel leuk. Dat wil ik dus ook gaan doen. Lekker voor jullie te gaan koken. En wat gerechtjes te gaan klaarmaken. En dat dan in mijn vlog natuurlijk te laten zien. Een van de dingen wat ik zeker ook nog wil gaan doen, dat is flyboarden. Dat lijkt mij heel erg tof, ja. En dat wil ik ook natuurlijk in mijn vlog gaan laten zien aan jullie. Heel cool, ja. Kijk, dan zie je de beestjes allemaal weer. Deze ligt lekker te chillen. Misschien hebben die andere mensen wel eten gegeven, want ik zie hier nog meer mensen. Maar ja, dus jongens, ik ga deze video wel weer afsluiten. Duimpje omhoog, jongens. Even abonneren hier beneden. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Ik had niet zoveel meer te doen vandaag. Ik denk, ga eventjes naar de hertjes voor jullie. Misschien vinden jullie dat wel grappig. En dan zie ik jullie natuurlijk weer bij een nieuwe vlog. Doei!